De 21-jarige rechtsvoorstaande zwaargewicht uit Nederland. Arnold van der Leijden. Hij moet het team klaar te spelen. En dat is zorgen dat Nederland voor het eerst in 56 jaar weer eens olympisch een medaille haalt bij het boksen. Rechtshoek naar het lichaam. Een hele goede rechter van der Leijden. Arnold Petrus Maria van der Leijden, 52 jaar geleden geboren in Sittard. 3 maal Europees kampioen, 8 keer Nederlands kampioen, ex-nationaal sportman van het jaar. Van der Leijden, altijd fighting for success. 3 Olympische medailles, brons in 1984, 88 en 92. Nog altijd vers op het netvlies, het dubieuze verlies op de Spelen van 84 in Los Angeles. Uitdelen, dan is het een beperkt bokser, deze Willy de Wit, die zo graag klap wilde worden. Het einde van het gevecht, een joel en natuurlijk weer die arm omhoog. Ja, dat doen ze allemaal. Van Pedro, wie heeft volgens jou gewonnen? Slecht. Blijdschap bij de Canadezen. 3-2. Het is Willy de Wit. Maar zeer net 3-2 overwinning. En het duurde lang. Men heeft ongetwijfeld lang moeten beraden. Boksen is voor mij een van de hardste sporten die er is. Ik heb 254 wedstrijden gebokst. Heel veel gewonnen. Maar natuurlijk heeft mijn lichaam wel geleden. Ik heb een overbelasting aan mijn knieën. Ik heb mijn duim een keer afgescheurd. Mijn knokkels kapot geslagen. Goed, Van der Leijden, die rechter. Als 15-jarige jongeling begonnen bij bokschool De Amateur in Münstergeleen. Lang, atletisch, bewegelijk en levensgevaarlijk. Van der Leijden, 3 keer Olympisch brons. Met zijn grote rivaal van die tijd, de Cubaan Félix Savón. Zoals hier op de Spelen van 92 in Barcelona. De ene stoot. Waar de tijd zal ontbreken om hem nog out te krijgen. Het is 7 seconden, het is 6 seconden. 5, 4. En het is gedaan. Het is weer brons voor Arnold van der Leijden. Het is wel de laatste keer dat we hem uit de ring zien stappen. Want wie weet besluit hij wel na zo'n prachtige carrière met 3 bronzen plakken met boksen te stoppen. Ik had een droom nog om prof te worden. We kunnen nog 1 keer heel veel geld verdienen. En mijn coach keek me aan en zei: Arnold, nu ben je nog gezond. Jij stopt ermee. En ik ben gestopt. En ik ben blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik ben blij dat ik gezond ben gebleven. Want ik leef voor mijn gezin. Het is het meest waardevolle wat ik heb. Dat wil iets zijn. Hè? Dat wil iets zijn. Zakenman, inspirator en een van de beste Nederlandse boksers aller tijden. Limburgs trots in de ring en ver daarbuiten. Arnold van der Leijden.